Ik zit nu aan de tafel en het is bijna 10:30. Inderdaad. De tuin ziet er een beetje leeg uit en ik moet zo meteen aan mijn act beginnen. Ik heb nog een paar... Performance. Ik heb zo'n 30 minuten nog op de band en ik heb hier aan mijn tafel zitten die ik zo meteen wil interviewen. Kan je misschien even voorstellen? Ja, graag. Jeroen Huis in het veld. En daarnaast zit zijn liefdallige dame. Merlie van der Wens. Ja, we zijn in love. Even kijken. Mag ik dat ook door de microfoon zetten? Wij zijn in love. Ja, ik ben ook in love. Wij zijn van de Keven. Jullie kwamen vroeg. Nou ja. Dit liefdallig echt waar heb ik net met de kever binnengeloodst. Oh ja, dat was jongens een lood. Ja. Okay. Dat ging zo, hè? Dat ging prima. Zeg, hallo. Jij kent Yvonne? Ja, al jaren. Ja. Ik ken Yvonne. Jij kent Yvonne. Jij kent geen van beiden. Ja, nee, eigenlijk niet. Waar ken jij Yvonne van? Van de bibliotheekacademie. Oh, jij zit ook de Tiele Academie. Ja. En jij hebt het wel gehaald? Ja, ik heb het wel gehaald, ja. Ik niet. Oh, goed. Mag niet. Maar ik heb er ook niet op gezeten. Goed. Ik heb het wel. Heb je misschien een leuke anekdote die je kent met Yvonne? Ja. Daar moet ik eens even over nadenken. Het was wel heel leuk met Yvonne. Gewoon een leuke situatie die je een keer hebt meegemaakt. Het is een beetje een moeilijke vraag. Maar als ik bijvoorbeeld zeg Yvonne, waar denk je dan gelijk? Aan de grote ogen. Ik ging in de pauzes altijd koffie drinken in Peppermint. En dat is het leukste wat ik me van de schooltijd kan herinneren. De pauzes met Yvonne in Peppermint. En kan je nog één speciale pauze herinneren? Dat is nodig. Dat had ik van tevoren over na moeten denken. Nee, heb je niet iets leuks beleefd of zo, wat je toevallig voor de geest staat? Genoeg, maar... Pak er eens. Nu het verhaal van de grote ogen. jij zelf het verhaal van de grote ogen. Er was eens... Oh nee. Het verhaal van de grote ogen. De grote ogen van Yvonne. Het ging ongeveer zo. Ik heb het ook maar van horen zeggen, maar... Oh, je hebt het van horen zeggen? Ja, dacht je dat ik erbij was geweest? Nee, helaas niet. Die pizza heb ik gemist. Nou, Yvonne die zat dus even in een pizzatje te eten met Merel. Merlie, my love. En toen kwam die open en die zei... Wat zei die? Heeft iemand je wel eens verteld dat je van die mooie ogen hebt? En toen zei Yvonne, nee. Nee, want die dacht, daar kan ik wel eventjes iets... Yvonne dacht, mijn grote ogen. Nee, die dacht, daar loopt iets mee op. Het was wel zo, want Maarten die wist het al. Ja, die had dat natuurlijk wel gezegd. Ja, dat had wel gezegd, ja. En toen? Nou, en toen zei die man, oh, de grote ogen, je kan zeker goed kijken. Ja, zegt ze. Heb je die bus altijd al gezien? Ja, moet je nog niet naar huis? Nee, blijf je nog? Ja, moet je nog een kopje koffie? Oh, lekker. Nou. Doen we er zo meteen maar een sambuca bij. Met sambuca. Nou, toen was het heel gezellig, ja. Oké, dat is een typisch voordeel van de Nederlandse mentaliteit. Dank je wel. Graag gedaan.